Sint-Nicolaaskapel. Men begon met de bouw van het oudste gebouw op de Valkhofheuvel 2 eeuwen na de dood van Karel de Grote. We staan voor de Sint-Nicolaaskapel. Gelegen in het groen van het Valkhof en uitkijkend over de Waal is deze oude kapel natuurlijk prachtig gelegen. De kapel is gebouwd rond 996 onder Otto III. Deze Rooms-Duitse keizer was slechts 16 jaar en bouwde deze kapel voor zijn moederkeizerin Theophanoe. Deze keizerin stierf hier op het Valkhof, maar is begraven in Keulen. Otto III zelf werd maar 22 jaar oud. De kapel maakte eeuwen geleden deel van iets veel groters. De Sint-Nicolaaskapel was onderdeel van een grote burcht. Deze burcht werd in 1155 gebouwd door Frederik Barbarossa. Hij was in die tijd koning van Duitsland. De gehele kapel was oorspronkelijk opgetrokken uit tufsteen. Inspiratie was de hofkapel van Karel de Grote in het Duitse Aken. Daaraan heeft het ook zijn bijzondere achthoekige vorm te danken. Rond 1400-1450 werd de kapel flink beschadigd door belegeringen. Door de broodnodige restauraties werden gedeeltes van het muurwerk vernieuwd met baksteen en de oorspronkelijke Romaanse stijl werd gedeeltelijk verbouwd naar gotische stijl. Ook werd de kapel aanzienlijk hoger. In de muren vind je nog Romeinse dakpanresten die bewust in de muur werden meegemetseld. In 1570 werden plafondschilderingen aangebracht voor Anna van Oostenrijk. Zij was op doorreis naar Spanje om daar te trouwen met keizer Philips II. En zo kennen we het gebouw nu ook nog. De burcht zelf werd in 1796 verkocht aan slopers, die hem vervolgens bijna helemaal sloopten. De Sint-Nicolaaskapel is een van de weinige onderdelen die bewaard zijn gebleven. De kapel wordt onder andere gebruikt voor tentoonstellingen, presentaties en kerkelijke ceremonieën. De Sint-Nicolaaskapel staat er nog steeds prachtig bij, ondanks of dankzij haar leeftijd. Daar hoef je dus niet van te schrikken.